makkelijk, snel en betrouwbaar. Verzend vanaf nu geld naar Suriname via MoneyGram bij Haie de Vries International Money Transfer met verschillende vestigingen in Paramaribo, Wanica en Nieuw-Nikeri. Overal in Suriname. Geld verzenden naar uw familie. MoneyGram, bringing you closer. Stamvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Dag dames en heren, u luistert nog steeds naar Karakter, het programma over politiek en maatschappij op Radio Stamvaste. Mijn tweede gast vandaag is de bekende zanger, componist en dichter Raj Mohan. Ik ga met hem praten over zijn immigratie en eerste politieke indrukken. Meneer Mohan, welkom in Karakter. Dankjewel Stuart, ja. Leuk dat ik erbij mag zijn. Ja, dankjewel dat jij erbij wil zijn. We hebben natuurlijk al elke week wat mooie gasten en jij bent een van de mooiste gasten die we in deze uitzending mogen verwelkomen. Zoals ik al zei, we gaan praten over jouw immigratie en eerste politieke indrukken. En mijn eerste vraag altijd is, wanneer ben je precies in Nederland aangekomen? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik heel goed zelfs. Ik ben op 6 november 1974 aangekomen in Nederland. 6 november... Ja, ruim een jaar voor de onafhankelijkheid. Ja, ruim een jaar voor de onafhankelijkheid. En dat was ook een jaar waarin het er nogal heftig aan toe ging in Suriname. Met die onafhankelijkheid, geloof ik, hè? Ja, ik was 12. Ik heb wel vaag een en ander meegekregen dat er spanningen zouden zijn en dat er iets speelde met onafhankelijkheid, met Nederland. Ja. En dat Hindustanen dat niet wilden. Ja. Maar heel vaag hoor, want ja, ik als een jongen van 12 logeerde ik toen bij familie omdat mijn moeder naar Nederland was gekomen om ons over te laten halen. Dus was je met hele andere dingen bezig. Ja, oké. Okay. We komen er straks wat dieper op over te praten. Maar waar ben je opgegroeid in Suriname? In Suriname ben ik in verschillende wijken opgegroeid. Goede Verwachting is daar één van. Ja, dat is een wijk in Paramaribo, neem ik aan? Is een wijk in Paramaribo. Ja. Altijd in Paramaribo. Ja. Nieuw Charlesburg is ook weer waar ik ook heb gewoond. Ja. Paardenplein, daar heb ik ook nog gewoond toen ik heel klein was. Ja. En dan bij Mongolaan, de Frederikalaan. Ja, en wat was het laatste adres voordat je naar Nederland vertrok? Het laatste adres was Nieuw Charlesburg, in Kaimalaan. Kaimalaan nummer? Ja. Ik dacht nummer 32, maar dat weet ik niet meer zeker. Ja, want ken je uit die periode nog vriendjes en vriendinnetjes waarmee je optrok in die straat? Of buurmannen, buurvrouwen? Ja, zeker. Ja? Zeker, ja, kan je een paar namen noemen? Ik kan een paar namen noemen. Bijvoorbeeld Birja was een jongen die heel goed kon voetballen. Sorry, zeg dat nog eens? Birja heette hij. Birja, ja. Ja, maar er is een bekende paniet in Nederland, paniet Parsuram. Ja. Hey, een leeftijdgenoot. Oké. Okay. Amar van de Winkel. Ja. Van de Winkel, haar naam. Amar, haar naam. Die zie ik nog zelfs af en toe in Nederland. Ja. Zo kan ik nog. Naret was er. Ramnen was er. Best wel veel namen die ik me nog kan herinneren hoor. Ja, en kan je zeggen dat het een gelukkige periode was toen je opgroeide? Hoe ervaar je dat zelf? Ik kan het niet een gelukkige periode noemen. Nee. Mijn vader was niet een makkelijke man. En op een gegeven moment toen ik 10 was, toen, ik zeg het even heel kort, maar mijn pa was geen makkelijke man en we hadden het thuis niet makkelijk. Oké, dus ik twijfel even of ik hier dieper op in moet gaan, maar tenzij je er iets over wil loslaten, hoe moet ik dat typeren? Was er sprake van geweld? Was er sprake van, hoe zeg je dat? Ja, er was sprake van geweld, drank en geweld. Ja. Daarin dient de gevolgen dus ook niet voldoende geld om ons te kunnen verzorgen. Ja. Er zijn spanningen in huis en op een gegeven moment heeft mijn moeder het besluit genomen. Ze kreeg een kans om naar Nederland te komen. Ja. Er was opvang hier bij haar zus in Utrecht. Ja. En ze greep die kans. Maar dan moesten wij nog even ondergebracht worden bij mijn oma en oom en tante.
En waar was dat? Ook in Paramaribo? Dat was in Paramaribo ook, in Kaimalaan. Wij ja. woonden toen in Goede Verwachting. Nee, in Nieuw-Charlesburg. Ja. Een zijstraatje. Okay. En mijn oma woonde daar op, ik denk, 10, 12 minuten loopafstand. Ja. En toen zijn we daar ondergebracht, toen mijn moeder naar Nederland vertrok. Oké, okay, dus er was even een scheiding tussen... Er was een scheiding, ja. Tussen ouders en kinderen. Ja. Ja, zowel van je vader als je moeder, want je moeder vertrok naar Nederland. En je werd, neem ik aan, later werden jullie gevraagd om naar Nederland te komen. Ja, precies. Dat was in 1972. Ja. En wat het ook lastig maakte voor ons, is dat wij logeerden daar wel. Ja. Bij oma en oom en tante. Maar wij konden niet naar school. Oh. Vanwege de omstandigheden. Ja. En dan zie je 's ochtends je vriendjes en vriendinnetjes en je familie. Ja. Zie je naar school gaan en dan probeer je te vermaken op de een of andere manier tot 1 uur. Ja. Totdat de school weer uitgaat. Ja. Weet je, dan heb je 's middag, dan heb je plezier. Ja. Ja, goed. Dat moet een hele moeilijke periode voor jullie als kinderen zijn geweest. Dat was niet makkelijk. Nee, dat kan ik je wel zeggen. Ja. Dat was niet makkelijk. Dus eigenlijk om terug te komen naar jouw eerste vraag. Ja. Over de wat herinner ik me nog van die tijd in de politiek. Ja. Ja, dat was dus niet zoveel. Ik kreeg ook niet veel mee. Maar zo zijdelings dan hoorde je wat als mijn oom en de andere de volwassenen dat thuis waren. Ja. In de namiddag of in de vooravond met elkaar babbelden, dan hoor je wel dat er spanningen waren in het land. Maar vaag hoor. Ja. Maar uit die periode, zoals ik de papieren nalees, de kranten, de berichten, dan werden er bijvoorbeeld branden gesticht. Mensen die het niet eens waren over die onafhankelijkheid, die dachten daarmee een andere wending te moeten geven aan die keuze. Ja. Dus die spanning die was er. Ik hoor van andere mensen, Creoolse mensen, dat als ze vriendschappen hadden met bepaalde Hindustanse mensen, dat die vriendschappen ineens onder spanning zaten. Er werd niet meer gesproken. Ja, die verhalen ken ik, maar ik heb het zelf niet meegemaakt. Ja. Ik woonde de laatste 2 jaar. Ja. Dus toen wij logeerden bij de familie, woonde ik in een overwegend Hindustaanse straat, Hindustaanse wijk. Ja. Dus daar hebben wij niet veel van meegekregen. Wat ik wel, misschien wel van een andere orde, is dat ik daar, toen ik in Goede Verwachting woonde, toen gingen wij lopend naar school, naar Latour school. Ja. En dat was voor ons een hel elke dag. En waarom? Omdat wij werden gepest. Door? Niet zo'n beetje ook, door Creoolse kinderen. En wat riepen ze dan? Nou ja, ze Yukakuli, Kuli Dandang, Losomai, dat soort dingen. En daar bleef het niet bij. Nee. Bijvoorbeeld ook, ze werden handtastelijk, je werd soms in elkaar geslagen, aan de haren van je zus werd getrokken, op het schoolplein, je werd met zand gegooid op je haar. Ja, dus dat geweld heb jij zelf aan den lijve ervaren? Ja, ik heb daar in 2008 in mijn eerste gedichtenbundel een gedicht over geschreven. Het heeft best wel wat reuring. Heb je dat gedicht bij je, of voor je? Ik heb het bij me. Kan je dat voordragen, alsjeblieft? Ik loop er even naartoe. Het is een gedicht in het Sarnami, in de Hindustaanse taal natuurlijk, met Nederlandse vertaling. Ja. Uitgebracht in 2008 bij In de Knipscheer. Ja. Ik heb hem nu verpakt. We hadden dat niet voorbereid, dus... maar ik heb het gelukkig niet zo ver van mij. Ik heb de bundels regelmatig nodig voor voordracht. Ja. Even kijken hoor, ik sta hem over open. Hoe heet dat gedicht? Het heet Vakantie Thee. Sorry, zeg dat nog eens? Vakantie Thee. Thee. Vakantie Thee is een Sranaal-woord. Twee Sranaal-woorden. Vakantie en Thee is als het ware zweep. Vakantie Thee was een boom in Suriname met lange slierten aan die takjes. En dat werd dan afgebroken. Ja. En daarmee werden we gezweept. Door?
door Creoolse kinderen op onze benen. Oh jeetje. En armen. Ja, ja, ja. Dat moet een verschrikkelijke periode zijn geweest. Ja, en nou ja, toen ik mijn gedicht dus had uitgebracht en gepubliceerd. Ja. En ik heb het her en der voorgedragen. Toen kreeg ik dus reacties, omdat ik niet wist wat de omvang hiervan was. Hè. Ja. Zoals ik het noem, pesten van Creoolse kinderen of Hindoestaanse kinderen. Ja. Ik wist niet op welke schaal dit speelt. Dat weet ik nu ook niet. Maar ik heb me wel laten vertellen dat het niet gaat om honderden, maar wel duizenden Hindoestanen die hier last van hadden. Alleen wordt er niet over gesproken. Pas toen mijn gedicht verscheen. Ja. Heb ik het op Kwaku voorgedragen en andere evenementen en zalen. Ja. En dat heeft best wel wat reuring gebracht. Dus zelfs een keer op Radio 5 bij OHM toen destijds, een programma of organisatie Hindu Media, is een discussie geweest. Ja. Professor Ruben Gauricharan. Ja. En de naam van die meneer ben ik kwijt. Hij was toen de directeur van het Kwaku Festival. Dat was niet Winston Koud, maar dat was degene die daarna kwam. Oh, oké. Okay. Yeah. Een Creoolse. Ja, yeah. Ja, op Radio 5 was dat. En dat werd een live. Yeah. Dat werd een best wel heftige discussie. En, goed. Laten we eerst even naar het gedicht gaan. Dan kunnen we het zo ja, even verder. Ja. Ga je gaan. Het gedicht. Dus vertaald vakantiesweep. Het in mijn ziel gekerfde litteken van toen is nog steeds diep. Het gelaten verdragen die ingehouden woede. Terwijl ons hoofd werd bestookt met nu eens zand, dan weer stenen of kluiterklei. Als jongere broer machteloos moeten toezien hoe je zuster wreed aan het haar werd getrokken. De tanden knarsend, weerloos. Het broertje van 9. Weggegrist werden de gloednieuwe schriften, de gloednieuwe potloden. Als vader dit hoorde, dan wachtte je slaag. En moeder die zei, verdraag kind, verdraag. Vandaag grote vakantie, we zijn vrij. Iedereen blij, is iedereen blij. Hoe kom ik straks na school na 1 weer thuis? Blootvoets over de zandweg. Of langs de drassige weilanden, baggerend door de modder. Op 2 tot 3 plaatsen langs de gewone weg, huiswaarts wachtte immers de vakantiesweep op mij. Zodra die mijn armen en benen striemt, zal de gemeen snerpende pijn in een flits stijgen naar mijn hoofd. De zuster van 11, het broertje van 9, iedere dag vol zorg en angst om maar 1 ding. Hoe bereik ik vandaag weer mijn huis? Hoe ontkom ik hun smerige taal? De vernedering dagelijks opnieuw. Kakuli, kuli, dandang, losomai. Onder de regenpijp verstopt. In een papieren vouwdootje. In een papieren vouwbootje wacht een vlijmscherpe kapmes. Het litteken in mijn ziel van toen is nog steeds diep. Dit is een gedicht dus in het Sanami, vertaald in het Nederlands. Oké. Okay. Vakantie T. En dat beschrijft eigenlijk de pijn, de ervaring van het geweld door met name Creoolse kinderen. Ja. Die ja. erop lossloegen. Als jullie voorbij liepen of op weg naar school waren of wat dan ook. Ja, ja? Kijk, je gaat je op een gegeven moment voorstellen van, joh, geef ik daar aanleiding toe? Maar ja, er was geen aanleiding. Aanleiding was het Hindoestaan zijn kennelijk. Ja. Maar wist jij veel, toen je zo klein was, wat er aan de hand was, waarom dat gebeurde? Ja, werd er, want dat interesseert me wel, werd er vanuit ouders... niet over gesproken, over het politieke, of dat wat aanleiding gaf om zo te reageren? Of was het gewoon een racisme of een discriminatie of een haat naar Hindoestaanse mensen en dat wat weinig met politiek te maken heeft? Hoe kijk jij ernaar uit die periode, nu je ouder bent?
Ja, nou kijk, voor mij, ik denk niet dat de politiek hier iets mee te maken had. Dat kan ik niet zo goed beoordelen. Kijk, wat ik wel weet van nu, is dat in de geschiedenis, toen de contractarbeiders, de Hindoestaanse contractarbeiders daar kwamen, ja. Werden ze niet warm onthaald. Dat waren ook banenpikkers en noem maar op. Nou ja, in Suriname werden ze niet warm onthaald, zeg je? Ja, precies. Oh, okay. Slavernij was net 10 jaar afgeschaft en toen kwamen de Hindoestanen. Ja. Ja. Sindsdien is dat eigenlijk daarnaast het volgens mij nooit goed gekomen. Zij waren niet welkom, ze bleven, want ze waren immers immigranten die terug zouden gaan, maar ze zijn gebleven. Ja. En er is altijd wel spanning geweest, niet in de districten, want daar wonen de Hindoestanen onder Hindoestanen. Ja. Ik moet iets bekennen, in 2018 was ik op tournee met een dansproductie. Ja. Lala Roek van Felix Behoren. Mm-hmm. En toen kwam ik in Nikeri, hebben we dat stuk ook daar uitgevoerd. En op een gegeven moment na de tour verbleven we een paar dagen bij familie van Celeste in Nikeri, een klein inhaarpolder. Familie, welke familie? Familie Behoren. Ja, oké. Okay. Dat was gewoon even chillen na de tour, Celeste en ik. En ik was geboren in Paramaribo, ik heb daar ook altijd tot mijn 12e dus ook gewoond. En altijd met gemengd cultuur. Dus. Ja. Creolen, Javanen, Chinezen, Hindustanen. En toen ik daar was in 2018, zat ik in die schommel met mijn jogo. Ja. En te overpeinzen, een beetje te contempleren. En ineens kwam dat gevoel bij mij, het idee of het gevoel, hoe je het ook wil formuleren. Van, joh, ik had het niet erg gevonden als ik in Nikeri was geboren. Oké. Okay. Onder mijn eigen mensen, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Ja, want daar was die geborgenheid, daar was dat gevoel van... Nou, het is, ja, je bent alleen maar onder je eigen mensen, dus één ding speelde niet. Het verschil. Want Nikeriaanse, ik heb dit later ook gevraagd aan Nikeriaanse mensen. Ja. Van, herkennen jullie je hierin? Nee, hier herkennen we ons niet in. Nee. He, dus dit speelde zich kennelijk alleen af in Paramaribo. Ja, maar heb je andere Hindoestaanse mensen gesproken die diezelfde ervaringen hadden? Ja joh, veel. Veel? Oké. Okay. Naar aanleiding van dat gedicht dus. Dus toen ben ik erachter gekomen hoe groot dit was. Ja, we kunnen er natuurlijk heel lang over praten. Nou, ik vind het wel interessant, want het raakt mij in die zin, omdat het me terugbrengt naar mijn eigen ervaring in Suriname. Kijk, mm-hmm. Ik ben nooit meer terug geweest. En het is nu inmiddels 47 jaar geleden. Maar ik kan me herinneren en ik kan bevestigen dat wat je vertelt, dat gebeurde. Okay. Dus ik ben opgegroeid in Paramaribo en we liepen op een gegeven moment naar de Richard Fuller school aan de Burenstraat. En we woonden aan de verlengde van de Keizerstraat. Ja. En ik kan me verschillende situaties herinneren waarbij Hindoestaanse meisjes vooral aan hun haren werden getrokken bij de Dr. Sophie Redmondstraat, die richting daaruit. Ja. Werden geslagen met linealen. Ik kan me dat regelmatig herinneren. Ik deed er niet aan mee, dat moet ik sowieso bekennen. Dus ik vertel dit verhaal. En het is niet te verifiëren natuurlijk, maar geloof me. Je moet me op mijn woord geloven. Ik heb altijd een idee gehad bij Suriname dat er een gebrek aan compassie en geborgenheid was. En ik heb me altijd afgevraagd, namelijk waarom ben ik nooit meer teruggegaan? Ja, en dit is een van die dingen die mij, die blokkade... Ik vind het heel bijzonder wat je zegt, omdat dit is voor mij ook historisch. Ja. Als we het hebben over het gedicht en over het thema. Ja. Ik hoor voor het eerst iemand van Creoolse komaf, tenminste dat denk ik dat jij... Ik ben van Afrikaanse komaf, ik ben Creool, ik ben Neger, noem het maar. Ja, maar ik hoor voor het eerst iemand van Creoolse komaf die dit bevestigt. Die zegt van, ja, ik ken dit. Ik heb dit meegemaakt. Ik ben ook journalist en ik sta er zo. Ja. Misschien is dat het. Nou, ik kan je wel een anekdote vertellen over een performance van mij. Ja. Ik meen dat het in 2009 geweest moet zijn. Ja. 2008 kwam de bundel uit, bepaalt die erfenis, zoals dat heet. Ja. En toen heb ik op Kwaku mogen voordragen, naar aanleiding van mijn bundel.
Ja. En ik heb dit gedicht toen daar voorgedragen. Dat wilde ik ook. Ik wilde het gedicht niet alleen maar... Ik wilde het uit de taboes, het thema uit een taboesfeer halen, als het ware. Het klinkt heel groot, maar ik baalde ervan dat hier niet over werd gesproken. Zoals over incest onder Hindoestanen. Of drankmisbruik, vrouwenmishandeling. Weet je, in die tijd werd... Ik had niet het gevoel dat daar veel over werd gesproken. En daar baalde ik best wel. Ik werd er zelfs boos over. Ja, en toen ben ik eigenlijk, om het aan de man te brengen, ben ik het in een dichtvorm gaan schieten, terwijl ik eigenlijk geen dichter ben, weet je. Het moest eruit natuurlijk. Het moest eruit, dus dat was voor mij een soort uitlaatklep. En ik had altijd wel een podium, omdat ik optrad als zanger, waar ik ook mijn gedichten kon voordragen. Ik bereidde het publiek altijd voor, van joh, ik zou dit met jullie willen delen. En sommige gedichten had ik op muziek gezet, dus het maakte het toegankelijk en breder. Dus soms kwamen er gewoon hele heftige reacties wanneer ik een gedicht als Vakantie Thee voordroeg, of een gedicht als Roet, dat gaat over incest. Ja. Maar wat zijn die reacties dan? Is het een vorm van ontkenning van dit gebeurt niet? Of wat zijn die reacties? Nee, in tegendeel. Nee, de mensen zijn naar me toe gekomen, zijn me dank, met name vrouwen. Ja. Die kwamen naar me toe als ik het heb over het gedicht over incest, misbruik. Die zijn naar me toegekomen en hebben me bedankt dat ik het woord deed namens hen. Ja. En op Kwaku, toen ik Vakantie Thee voordroeg, toen zijn er een groot deel van het publiek was Creools. Ja. En een deel die begon te schreeuwen, die was er niet mee eens en begon die waren er niet mee, die waren niet mee eens dat je dat gedicht voordroeg of wat met de inhoud? En die zijn dan op een gegeven moment weggelopen na afloop. Okay. Maar een ander deel van de Creoolse mensen, die zijn naar me toegekomen vol empathie. Zo, joh, ik wist niet dat dit speelde. Yeah. Wat verschrikkelijk. Nou ja, echt heel liefdevol en braza's. En joh, no man, dit is verschrikkelijk. Ja. In het voorgesprek, ik ga je even onderbreken, want iets wat ik belangrijk vind. De kern eigenlijk van de relatie tussen bevolkingsgroepen in Suriname is eigenlijk dat woord dat je gebruikte. We zijn taboemasters. We praten niet over de pijnen die we hebben. Klopt. Misschien een keertje over de blijde tijdingen die we hebben met elkaar. Maar die pijnen, bijvoorbeeld over die onafhankelijkheid, die problemen die Hindustanen en Creolen met elkaar hadden, vooral Hindustanen en Creolen, ik weet niet, over die andere bevolkingsgroepen. Dat geweld onderling. Want geloof me, ik heb ook verhalen gehoord van Creolen die geweld onder of racisme gehad hebben van Hindustaanse mensen. Ook. Ik kan het Maar er wordt niet over gesproken. Ja. We praten niet met elkaar. Ik kom in mijn gemeenschap, dus ik hoor dat racisme is hier ook bij ons. Ja. Nog steeds. Dat weet ik. Begrijp ik. Maar dus, kijk, daarom noem ik ons taboemasters. In die tijd met name. Ja. Nu wordt er al wat meer gesproken over drankmisbruik, vrouwenmishandeling bij Hindustanen en incest. Maar in die tijd geen fora, geen platforms waar dit werd besproken. Ja. Overigens, ik sprak, sorry dat ik je ontbreek, maar anders vergeet ik het. Ik sprak zojuist met professor Humphrey Lamour, een Creoolse meneer. En ik noemde jouw naam en dat je die term gebruikte. En hij beschreef een periode namelijk dat hij in 1974 in Suriname woonde. Toen ging hij terug om voor 6 maanden daar te werken. En hij zei meteen, meneer Mohan, die heeft volkomen gelijk. Ja. We zijn taboema's, dus we praten niet over onze dingen. Ja. Dus hier is een taak voor ons, Raj. Ja, zeker. Kijk, ik doe dat middels zo'n interview bijvoorbeeld. Ik had natuurlijk over een heel ander onderwerp kunnen praten met je. Ja. Maar dit is een moment, wanneer ik het deel, dan is het nog een keer besproken. Weet je, dan hebben mensen kunnen mensen het tot zich nemen en erop reageren en contempleren erop of boos worden. Het maakt niet uit, in ieder geval reageren daarop. Ja. Ja. Want dit bestaat. We zijn nu een stuk verder met z'n allen, mag ik aannemen. Ja. Waardoor wij zeker hier in het Westen in Nederland een open samenleving waar men wordt gestimuleerd, dan wel geïnformeerd. Ja. Om met elkaar vooral in gesprek te gaan. Ja. Maar een gevoelig thema ook is. Maar ik moet ook zeggen. Als je kijkt naar de rol van sociale media
Hè? En dan zie je ook, hoe men reageert en dat hoe nationalisme en racisme wedergeert op het internet. Absoluut. Net heeft onlangs is er best wel veel reuring geweest toen natuurlijk minister-president of president Chan Sontoki hier was op bezoek. Ja. Ik heb op twee bijeenkomsten mogen aanwezig mogen zijn, waarbij bij eentje heb ik mogen optreden. Ja. En daar was er, ik stond aan de deur bij de ingang. In Amsterdam bedoel je? In Amsterdam, ja, daar op Linnéestraat. Ja. En Rabin Baldeelsing stond toevallig daar ook op anderhalf meter afstand. Romeo Hoogst stond voor mij, ja. De organisator hè, van de bijeenkomst van 8 december moorden in Amsterdam. Ja. Hij werd verrot gescholden. Ja. De Hindustanen werden rattenvreters genoemd uit India. Ik sta daar op anderhalf meter afstand van mij. Ja, ja. Dus het is nogal heftig. Nou ja, ja. We gaan ons, we willen geen coulis als president. Dat soort dingen. Dat was heftig. Ik heb dit voor het eerst zo dichtbij meegemaakt. En het heeft erg... Althans, je hebt het hier in Nederland heb je het van te studeren, want in Suriname had je als kind natuurlijk ook al je ervaring. Ja, ja, maar ja. Nee, maar ik, als een volwassen persoon hier in Nederland nota bene, ja. Ja, heb ik dit nog nooit meegemaakt. Ja, ja. Misschien moeten we hier een uitzending aan gaan wijden om over dit vraagstuk te praten, over een serie van uitzendingen. Ja. Ja, ik denk dat alleen maar goed is, weet je. Het is belangrijk dat we praten, dat we met elkaar praten. Ja. Weet je, over de gevoeligheden. Je kunt het niet, hoe langer je het verbergt, hoe meer het gaat stinken, hè, zeggen ze. Dan komt het tot een soort explosie, hè, en dat is, dat kunnen we niet hebben. Ja. Raj, Mohan, een heftig begin, noem ik dat maar zo. Ja. maar we hadden nogal wat vragen openstaan, geloof ik. En die vragen moeten uiteindelijk terechtkomen bij je eerste dag in Nederland. Want we zijn nu nog steeds in Suriname. En al die, we zijn eigenlijk overal, maar goed. Je eerste dag in Nederland, want op enig moment ben je vertrokken uit Suriname. En wat was die aanleiding? Was dat echt die onafhankelijkheid of was dat... wacht even, het was vanwege je moeder. Je moeder had jullie laten halen. Ja, ja. En wat was je eerste dag in Nederland ook alweer? Weet je dat? Even terugkomend. We zijn dus 74 vertrokken. Dus, ja. 75 was die onafhankelijkheid. 6 november kan ik me goed herinneren. Dat ik in een vliegtuig instap. Dus allemaal ervaringen die heel nieuw zijn, hè? Indrukken, ja. Die je niet kent. En het eerste wat mij opviel in Nederland was, dat was op 6 november, is dat wij, is de kou. De kou? Was. Oké. Okay. Ja, ik dacht van, hé, ik zie rook uit mijn mond komen, en ik rook niet, hoe kan dat? Ja. Ik dacht dat bij iedereen, als kind... Dat soort dingen. En ik kreeg een dikke jas aangetrokken, wat heel onwennig was. Ja, maar je had die dikke jas aan, maar je had het toch nog koud. Ja, ik had het toch nog koud. Want ik weet niet of ik het koud had. Dat was een ervaring waar ik niet echt niet wist hoe ik daarop moest anticiperen. Ja. Weet je, want als je dat weet, dan stop je je handen bijvoorbeeld in je zak. Precies. Maar als je niet weet hoe je ermee moet omgaan... Dan sta je handen buiten. Dan merk je dat je handen op een gegeven moment niet meer moet proberen. Ja. dan zijn ze bevroren. Ja, precies. Dus zo koud was het. Dat was behoorlijk koud. Dus, dat was heel, dus ik was bezig met die indrukken. Dus ook hoe ik me daar voelde in die kou. En dan ga je in zo'n bus en dan kom je over die snelweg... Ja. Alles is compleet nieuw. Niets wat je ooit eerder hebt gezien. Ja. En, dus, en wat zag je bijvoorbeeld? Nou ja, wat je ziet eigenlijk. Je ziet weilanden en op een gegeven moment zie je grote torens. Ook als je van Schiphol vertrekt. Ja. Schiphol vertrekt. Dan zie je hoge gebouwen waarvan je nooit wist dat ze bestonden. Ja. En dan die snelweg. Ja, dus. Helemaal nieuw. Dat is Suriname, heb je dat niet natuurlijk? Dat heb je niet. Dus ja. Al die eerste indrukken, het waren er te veel. Maar was er ook iets vreemds? Iets waarvan je dacht van, hé,
Dat is merkwaardig. Dat, ja, die wegen kan ik nog wel begrijpen. Maar iets wat echt zo compleet anders was dan in Suriname. Of waar je door verder guest is. Ja, dat was die rook uit mijn mond. Oh, die rook uit je dat mond. Dat bleef me altijd bij. Ja, ja. Dat bleef me altijd. Dat is zo, dat is, ja, dat is ongekend voor mij. Ja, want door wie werd je afgehaald? Ik neem aan dat jullie op Schiphol aankwamen. Ja, we kwamen op Schiphol aan. Ja. En wie haalde je op? Familie. Ik weet niet meer precies wie, moet je nagaan. Ja? Ik weet alleen dat wij, mijn moeder was ons komen ophalen in Suriname. Oh, je moeder was al in Suriname? Oké, okay. Jullie komen ophalen. Ja, ze is meegekomen dat de kinderen, 7 kinderen waren. Ja. En 2 ervan, die was een jaar later, die waren een paar jaar later, 1 jaar later waren ze naar Suriname gegaan. Ja. En daarna, 2 jaar later, kwam mijn moeder de rest van de 5 kinderen ophalen. Van, die groep is te groot, dus daar wil ik bij zijn. Ja. En waar zijn jullie naartoe vertrokken? Naar welk huis bedoel ik, in Utrecht? Welke straat? We zijn in Utrecht in de Papaverstraat gegaan, waar we konden verblijven bij bij mijn oom en tante, die de moeder of de zus, de oudste zus van mijn moeder. Ja. En zij hadden 2 woningen, een kleine benedenwoning waar wij dan gingen wonen, en boven zaten zij met hun gezin. Ja, ja. En hoe was dat, om daar te wonen in jullie eerste weken in Nederland? Ja, het was heel prettig, omdat we nu voor het eerst compleet waren weer na lange tijd. Ja. En in gelukkige omstandigheden, zonder spanningen, zonder angst voor pa, weet je. Want die was in Suriname gebleven. Die was in Suriname gebleven. Dus het was een enorme bevrijding. Ja. Weet je, dat gevoel is het gevoel van grote vrijheid. Ja. Het was heel groot dat iedereen er voor elkaar was. Je was niet afhankelijk van anderen. Er was geen angst meer. Er was geen angst meer, bijvoorbeeld. Er was geen? Geen angst meer. Er was geen angst meer, nee. Ja. Nee. Okay. Dus dat was heel fijn. Het was als een hele warme bad was dat. Oké, okay. En hoe was jouw eerste ervaring? Want je was nog steeds eigenlijk dat Hindoestaanse jongetje uit Suriname. En ik bedoel, je bent nu in een witte omgeving, dominant witte omgeving. Hoe werd je in die omgeving ontvangen door die witte mensen? Ja, heel goed. Heel goed, moet ik zeggen. Want ik ging naar de lagere school, hè, zoals dat toen heette, de basisschool. Ja. Lagere school, dan loop je achter, want in Suriname gingen we niet naar school, zoals ik vertelde. Dus die 2 jaar heb ik gemist. Dus ik kwam hier op mijn 12e in de 4e klas terecht. Ja. Lagere school. Oké. Okay. En ik werd daar goed opgenomen, hoor. Ik had al gauw vrienden gemaakt. Ja. Ik was een goede voetballer, als zeg ik het zelf. Okay. Dus dat scheelde ook. Daarmee maakte ik ook goede vrienden daar. Dus, ja, rechtsbuiten zeker? Of niet? Nee, ik was linksback, moeilijk. Linksback, oké. Okay. Dan verdediger dus. Ja. Okay. Ja. Ja, en kort daarna bij schoolvoetbal tegen een club Minerva hier in Utrecht. Ja. Heb ik meegedaan en toen ben ik gevraagd, ik ben gescout door de secretaris, de jeugdsecretaris, om bij Minerva te komen voetballen. En kort daarna voetbalde ik al bij FC Utrecht bij de jeugd. Oh ja? Ja, dat was heel snel gegaan. Dus als de muziek er niet was geweest, dan had je wellicht profvoetballer geworden. Ja, dat had gekund. Ik ging naar Gerald Vanenburg, de beroemde... van Ajax? Van vroeger. Ajax. En PSV in Nederland zelf dan? Ja. Ja, wij gingen dus samen trainen bij FC Utrecht. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, samen op de fiets. Ja. En af en toe straatvoetballen in Overvecht. Ja, ja, geweldig. Ja, dus je was best wel goed, als ik het goed begrijp. Althans, ja, ik deed het niet aan aarde. Ja, maar waarom is dat niet, heeft dat niet tot een profcarrière geleid? Wat is er gebeurd? Dat is een goede vraag. Dat is zeker een hele goede. Dat ga je niet willen geloven. Ja? Ik was pas in Nederland. De jeugdsecretaris die ziet mij voetballen, die ziet in mij een groot talent. Ja. Hij vraagt aan mij of ik wil komen voetballen bij Inerva. Ik zei, ja, dat weet ik niet, dat moet je aan mijn moeder vragen. Dus hij is goed, ik kom naar mijn moeder terug. Ik kom naar mijn moeder, zegt van, van mij mag die jongen best wel voetballen, maar ik heb geen geld. Oké. Okay. En dan? Dus, wat heeft hij nodig? Nou ja, voetbalschoenen nodig, voetbaltas nodig, sokken heeft hij nodig, een broekje, nou ja, noem maar op, alles.
Mijn moeder zei, dat gaat hem niet worden, want ik heb geen geld. Ja. En toen, toen zei die beste meneer van Renswoude, ja. die zei, weet u wat, mevrouw Ankelaar, ik ga dit nog bespreken en dan kom ik erop terug. Oké. Okay. Dus ik was 12, hè, moet je voorstellen, net een paar maanden in Nederland. Ja. En toen kwam die man ook terug en die zei van, de club gaat alles betalen voor Raj. Nou, dat is mooi. Pas later besefte ik wat dat inhield, ik was toen al prof. Ja. Ja, ik bedoel, je krijgt iets gratis, maar het is niet zo gratis als het was. Nee, het is echt heel bijzonder. Dus ik kreeg een paar schoenen, nou ja, alles wat van trainingspak tot sokken. Ja. Weet je, alles kreeg ik. Nou ja, goed, toen kreeg ik, een jaar later waren er scouts. Bij ons, bij Minerva, ja. En ze scouten voetballers voor selectiewedstrijden bij FC Utrecht. Ja. Toen werd ik geselecteerd, mm-hmm. kwam ik bij FC Utrecht en toen ben ik daar geselecteerd voor het C-team. Ja. En dan kom ik nu terug bij jouw vraag, hè. Waarom ben ik geen profvoetballer geworden? Precies. Is dat in Suriname speelde ik, voetbalde ik voor mijn plezier. Ja. Dat deed ik hier op het schoolplein ook. Ja. Bij de club deed ik dat ook, al werd de druk al wat hoger, want ik moest gaan trainen. En je moest in de winter in het natte weer, ja. In de herfst, moest je gaan voetballen. Dus dat was al een klein beetje druk. Maar het was niet zo erg, het was oké. En toen kwam ik bij FC Utrecht terecht. Ja. En ik vond het te zwaar. Ik vond die druk te hoog. Maar te zwaar in fysieke zin en in mentale zin, begrijp ik dus uit je woorden. In beide. Ja? Ja, in beide. Ik ben best wel tenger gebouwd en klein. Maar dat hoeft niet veel te zeggen, want kijk maar naar Simon Tahamata. Precies, en Gerald Vallenburg is ook niet zo groot. Gerald is ook, die was nog kleiner dan ik was. Ja. Of ben. Ja. Fysiek kon ik het niet aan. Ja. En mentaal ook niet. Ik vond die druk te hoog. Ja. Maar... Veel trainen en je bent in één keer, je moet je voorstellen dat je vanuit een situatie, hè, die club Minerva waar ik voetbalde, ja. Daar voetbalde je al wat betere jongens, maar er zaten ook een paar die je makkelijk kon bijbenen, zeg maar. Precies. En dan kom je in één keer in een selectie terecht van allemaal goede voetballers. Ja. En dat vraagt wat van je. Dat vraagt wat van je. Dus ja. Dat zag ik niet aankomen. Laat ik zo zeggen, het was voor mij heel moeilijk. Ja. Om in zo'n korte tijd zo'n grote overgang door te maken. Ja. Zo interpreteer ik het voor mezelf, hoor. Ja, en ik vind het wel een onderzoekje waard, overigens. Maar dan in algemene zin, waarom Hindustaanse jongens en meisjes tegenwoordig ook... het niet redden als het gaat ja. om de topsport en met name het voetbal. Want ja. ik zie vooral Creoolse jongens en een enkele Javaanse jongen, ja. Surinaamse jongen van Surinaamse afkomst doorbreken, ja. massaal ja. doorbreken. Ja. Ja. Maar ik zie onze Hindustaanse jongens niet en dat vind ik best wel merkwaardig. Ja. Er zal er eentje of twee ja. zijn. Bij ADO Den Haag was er nog die linksbuiten, geloof ik. Jij speelt er nog, geloof ik. Ik weet niet. Nou, mijn bescheiden mening hierover, ja. Stuart, is op basis van mijn ervaring. Ja. Waarom ben ik gestopt? Ik kon het fysiek niet aan. Ja, oké. Okay. Dat is één reden. Het fysiek en dat heeft dus dat is één reden. Ik merkte gewoon dat het te zwaar werd voor mij. Ik redde het net. Ja. Ik redde het net. Maar het was niet die extra die ik kon maken bij mijn club of als ik straatvoetbal ging. Als ik straatvoetbalde. Ja. Begrijp je? Dus ik merkte dat ik moest er heel erg hard aan trekken. Het lukt me wel, maar ik zat op een unieke positie. Ja. Linksback, dat is niet, er zijn er niet veel van. Nee. Ja. Zeldzame positie heb ik later begrepen. Ja. Omdat ze mij vroegen, waar weer spelen, ik maak mij niet uit. Ja. Ze hebben hem op links weggezet. Dat is prima. Ja. Want ik kon, met beide benen kon ik wel een balletje trappen. Ja, ja. Ik ga even... Maar goed, dus om terug te komen, ik denk dat het dat Hindustan het fysiek, in algemene zin, hè. Maar dat is puur basis van mijn boerenverstand, hoor. Ja. Ik
met je eens, misschien zou daar een onderzoek... Ik zou eerder opteren voor een onderzoek, want dat fysieke, dat zou misschien gelden voor onze generatie. Ik bedoel dus wat verder terug. Maar als ik nu naar hun Staanse jongeren kijk, die hebben echt de fysieke bouw van lengte en breedte. Dat doet niet onder voor Kriolen en witte mensen hier, hoor. Dus waarom redden ze dan nog steeds niet in de top? Vraag ik me dan af. Dus dat is wel een onderzoekje die ik waar ik voor zou opteren. Maar we gaan even wat versnelling brengen, want we hebben maar een uur, Raj. Er is nog een stukje wat ik graag met je wil bespreken. Je hebt het over linksback zijn. Ik weet niet, hoor. Het is maar een suggestie of een idee. Maar is dat ook jouw politieke oriëntatie, dat linkse? Ja, je zou dat wel. Ik zou dat wel zo kunnen stellen. Ja? Ja. Ik ben links georiënteerd. Ja. Wat kan ik daarover zeggen? Kijk, als ik kijk naar de verrechting, zo noem ik het dan even. Ja. Weet je, dan baart me dat zorgen. De verrechting van de... Maar in de politiek... Van het politieke klimaat, zowel in Nederland, Suriname, maar ook in India, waar ik kom, en andere plekken in de wereld. Ik heb niet zoveel verstand van politiek, hoor, alleen... dat zijn dingen die me opvallen, die me wel bezighouden. Van ja, dat vind ik wel jammer. Ja, en als we het over Nederland hebben, dan heb je het over PVV van Geert Wilders. En van Thierry Boos, ja. Ja. Maar hoe kijk je er dan tegenaan dat... want er is een fenomeen dat voor veel mensen onbegrijpelijk is. Ja, het heeft voor- en nadelen voor mij. Ja. Het voordeel vind ik dat door de komst van... in Nederland, wat ik bewust heb meegemaakt... is dat door de komst van Pim Fortuyn en later de PVV... Ja. Het LPF en PVV... Is er een onderbuikgevoel, wat ze noemen, zoals ze het noemen, is naar boven gekomen. Okay. En ik denk dat dat goed is. Het is goed dat ook dat naar boven komt, dat je weet waar je mee te maken hebt. Want pas als je niet weet wat de ziekte is, kun je het bestrijden. Ja, en het is ook een uitlaatklep natuurlijk. Precies. Ja? En hetzelfde zie ik dus, om terug te komen op wat ik eerder zei, social media, maar ook in algemene zin, in Suriname... Ja. Zie je diezelfde tendens, als het ware, dat nationalisme of racisme nu wel daar waar aanwezig, of latent aanwezig, nu naar boven komt drijven. Ja. Dat vind ik op zich wel gezond. Dat vind je gezond? Ik vind het gezond, ja, natuurlijk. Want je moet je voorstellen, die mensen die lopen met die gevoelens rond en je weet het niet. Ja, oké. Dat lijkt me nog veel erger. Het kan wel tot nare gevolgen leiden, denk ik. Want het kan aanzetten tot situaties die we niet willen. Zeker niet in Suriname, denk ik, toch? Ja, natuurlijk. Ja, je wil ook niet dat iets escaleert. Ja. Maar als er een onderliggende pijn is, dan is het beter dat het naar boven komt, wil je dat collectief gaan verwerken. Dan is het toch beter dat we erover praten in plaats van dat er geschreeuwd wordt en allerlei termen worden geschreeuwd die eigenlijk niet Ja, natuurlijk. Nee, wat ik bedoel, ja, wat ik bedoel is niet per se dat we schreeuwen, maar dat je weet dat die gevoelens er zijn, dat mensen zich uiten, dat ze dat uitspreken. Ja, ja. Hè, dat kan in een debat zijn, dat kan gewoon op straat zijn, of bij een demonstratie. Ja. Maar het komt in ieder geval naar boven, dan weten we dat we met zo'n sentiment in de samenleving ook te maken hebben. En dan kunnen we het inschatten naar grootte en dan kunnen we plannen gaan maken met elkaar van, joh, hoe ga je daarmee om? Ja. Hoe ga je dit oplossen, zodat je met elkaar nader tot elkaar komt? Dat geldt voor Suriname, dat geldt voor waar dan ook ter wereld. Uit het taboe. Uit het taboe, ja. Ja. En dat bedoel ik, met die verrechting heeft dat wel een voordeel. Ja. Of verrechting, of je noemt het neonationalisme die zijn kop opsteekt overal. Ja. Ik vind dat wel een pluspunt. Ja, het gekke is wel dat waar vroeger, vooral in Nederland heb ik het over, vroeger de hoogopgeleide mensen rechts waren. En de laagopgeleide mensen vooral links, is het nu, is mijn sterke indruk, omgekeerd. Ja.
Ja. Dat vooral die laagopgeleide mensen steeds naar de rechterkant trekken of massaal naar de rechterkant zijn getrokken. En die mensen die vroeger, althans hun ouders, of die waren vroeger links, hoog opgeleid. Dus er heeft een ommezwaai plaatsgevonden. Ja. Ja, kijk, wat je ziet is dat, wat ook duidelijk naar boven komt, is wat voor een groep mensen ontvankelijk is voor dat soort sentimenten. En de politici die daar handig in zijn, ja, die spelen daar ook op in. Ja, nu je het hebt over wat voor soort mensen, want er is een fenomeen wat wij in Den Haag zijn tegengekomen, al sinds behoorlijke tijd, namelijk dat veel Hindoestaanse mensen daar op de PVV stemmen. Dat is ook zo'n fenomeen. Wat ik bijna onverklaarbaar vind. Ik schrok toen ik dat hoorde, maar dat schijnt toch echt zo te zijn, ja. Dat geven ze ook toe. Ik kom ze zelf tegen. En ze verklaren me letterlijk dat ze het zat zijn met die moslims. Dus blijkbaar hebben ze het idee dat Geert Wilders niet over hen praat. Ja, maar dit heeft ook een historie, hoor. Ja? Ja, die reactie van de hindoes eigenlijk. Ja, en welke historie is dat? Wat duidt je op? Omdat in Suriname ook al spanningen waren tussen hindoes en moslims. Toen India werd verdeeld in tweeën, in India en Pakistan. Dat was in de jaren 70? Nee, dat was in de jaren 40, 47. Toen waren er al spanningen. Ja. Heb ik me laten vertellen in Suriname. Daarvoor waren er geen spanningen tussen hindoes en moslims. Maar Hindoestanen, toch? Want kon een hindoe in Suriname met een moslim trouwen? Was dat mogelijk? Weet jij daar iets van? Ja, daar weet ik bijna alles van, joh. Vertel eens. dat was net zo not done als een Hindoestaan met een Creoolse of een Creool met een Hindoestaanse. Kijk maar naar One People. Ja. Van Tim de la Parra. En is dat ooit eens besproken? Hoor jij daar ooit iets over? Want ik heb ook het idee dat dat ook zo'n taboe ding is. Dat we nooit bespreken. Ja, het wordt niet in het openbaar besproken, nee. Ja, maar er is dus ook altijd die spanning geweest tussen Hindustanen en mensen met een hindoe geloof, of hoe zeg je dat goed? Ja, precies, en anderen met een moslim geloof, ja. Ja. Allemaal Indiërs. Ja, overigens nu je het zegt, ik heb een anekdote, want ik een tijdje geleden was er een dame, ik zal geen namen noemen even, die vroeg aan mij om haar voor te stellen aan een wethouder. Ik zal ook geen namen noemen. Mm-hmm. En ze nam aan dat die dame van hindoe afkomst was en zij was zelf van moslim afkomst. Uh-huh. Maar van Surinaamse afkomst. En ze was een beetje, hoe zeg je dat? Ze was een beetje angstig, want ze vroeg zich af van, Stuart, denk je dat ze mij zal ontvangen, want ik ben een moslim? Dat vroeg ze, en dat is niet eens een paar jaar geleden. Ja. Hier in Nederland. Dus volgens mij, nu we het erover hebben, dat zou nog steeds kunnen spelen. Het komt voor, laat ik het zo zeggen. Net zoals Creools en Hindoestanen en Hindoes en moslims ook. Ja. Dus er zijn, wat ik me heb laten vertellen, er zijn twee momenten geweest. Ja. Bij de scheiding van de onafhankelijkheid van India. Ja. Toen Pakistan in leven werd geroepen. En toen, ik geloof in, hou me ten goede, 60 of 62, is er een oorlog geweest tussen India en Pakistan. Ja. En toen zijn ook is dat iets meer gepolariseerd, zeg maar. Ja. Oké. Maar Dus die spanningen die zijn er geweest, heb ik me laten vertellen in Suriname. Want op dat moet je de heren en dames vragen die daar kennis van hebben. Van de geschiedenis. Ja. Maar dat weet ik wel. Daar is over gesproken. Ja. En ik heb het zelf ook meegemaakt toen ik een verkering had met een Hindoestaanse moslim. Oh ja? Ja. En je mocht niet meer thuiskomen bij die dame? Nee. Nee, andersom ook niet. Dus ik heb dat ook meegemaakt. Oké. Even terug naar jouw politieke voorkeuren, want je zegt dat je meer links georiënteerd bent. En als je dat zo zegt, welke partij bedoel je dan? En waar heb je bijvoorbeeld voor het eerst op gestemd toen je hier moest stemmen in Nederland? Voor het eerst heb ik gestemd op PvdA.
Zoals zoveel Surinamers. Precies, want dat kreeg ik in de opvoeding mee. Dat kreeg je, oké. Maar, ja, ja, de Spree van de Aarde, dat is Partij van de Arbeid, dat heb ik ook best wel lang gedaan. Ja. Later, toen ik er meer over ging nadenken, vond ik dat een prima partij. Dat heb ik ook best wel lang volgehouden. Maar tussendoor heb ik wel eens op SP gestemd, ook op GroenLinks, ja. D66. Dat zijn een beetje de partijen. Waar afhankelijk van zijn programma en ik weer telkens op stem. Ja, oké. En tegenwoordig, is dat nog steeds... Dat is eigenlijk nog steeds zo. Het is eigenlijk afhankelijk van welke leider er staat, waar en wat het programma is, of ik me daarin kan vinden. Ja. En hoe een partijleider zich profileert. Ja. In de media, weet je wel, dat heb je. Je hebt een programma en je hebt een kop op tv, ja. en radio. En op basis daarvan moet je gaan stemmen. Ja. Eerlijk gezegd, ja, kijk, ik zou liever niet stemmen. Dat liefst zou ik niet willen stemmen. Omdat ik dacht, ik heb niet zoveel vertrouwen in de politiek. Maar tegelijkertijd zit ik ook in een dubio van, ja, maar zonder politiek gaat er ook niks goed. Begrijp je? Dus dat zijn hele gekke gedachten die bij mij elke keer weer spelen. Nou, je denkt er tenminste over na. En een heleboel mensen die doen gewoon omdat mama zo deed, omdat papa zo deed, klaar. En dan ze denken er verder niet over na. Dus, ja, nou, kijk, persoonlijk vind ik het mijn plicht. Omdat ik vind het belangrijk om te weten hoe je wordt bestuurd. Ik ben Nederland, begrijp je? Ik kan niet zeggen van, zij zijn Nederland en zij zijn de bestuurders. Nee, we zijn allemaal onderdeel van één geheel. Ja. Het is niet zo dat ik elke dag bij de Volkskrant de politieke pagina open. Ja. Helemaal niet. Maar ik ben wel geïnteresseerd. Ja. Raj, even dat politieke opzij. We hebben nog een paar minuten, maar ik vind het zonde om jou te laten gaan. En het niet over datgene wat jou maakt als persoon te hebben, namelijk jouw muzikale carrière. Want jij bent, hoe benoem je jouzelf? Ben je muzikant? Ben je zanger? Hoe benoem je jouzelf? Ja, ik benoem mezelf als muzikus. Ja. Ik ben zanger, ja. Componist, want je moet het wel een beetje benoemen, dat mensen een beetje idee hebben, wat doe je dan? Hè? Dus zanger in de Hindoestaanse muziek. Ja. En componist, en ik schrijf ook wat gedichten. Ja. Maar mezelf een dichter noemen vind ik iets te ver gaan, maar ik vind het leuk om te doen. Ja, maar benoem eens jouw mooiste of beste muziekstuk die je hebt gezongen of gemaakt. Ja, laat ik mijn belangrijkste noemen. Ja, dat mag. Belangrijkste. Zo een van mijn mooiste. Belangrijkste is Kantraki. Dat is het lied over de contractarbeiders, mijn voorouders. Okay. De Hindoestaanse emigratie vanuit India naar Suriname. Kantraki. Dat vind ik mijn belangrijkste werk. En ook een van mijn mooiste liederen. Ja. En wanneer heb je dat gemaakt? Dat lied heb ik geproduceerd voor het eerst in 2005, ja. Door een platenmaatschappij hier in Nederland. Ik heb een album genoemd naar Kantraki. Ja. En die heb ik opgenomen in een studio in het gebied waar mijn voorouders vandaan komen. Ja. In Varanasi en Banaras, okay. Het noordoostelijk deel van India. Ja. En ik wilde die cd wilde ik echt daar opnemen, in het gebied waar mijn voorouders vandaan komen. Okay. En zo ben ik naar Benares gegaan. Ja. Mijn eerste twee cd's heb ik in Bombay opgenomen. Daar zijn de grote muzikanten, daar zijn de grote studio's. Maar deze cd, omdat het gaat om Kantraki, dat lied, de contractarbeider, wilde ik het toch daarop opnemen. En de platenmaatschappij heeft het geproduceerd, die vond het oké. Okay, dus ik mocht daar naartoe gaan om dat album op te nemen daar. Ja. Oké, want je benoemt India en we hebben het in het voorgesprek heel even erover gehad. Ik wist, voordat ik over je hoorde, alweer een paar jaar geleden, wist ik echt niet dat jij van Surinaamse afkomst was. De indruk die je op mij maakte was dat je uit India kwam, om een of andere reden. We kwamen tot de conclusie dat het te maken heeft met jouw muziek. Want je bent op een bepaalde manier opgeleid, hè? Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik heb klassiek vocale muziek gestudeerd. Ja.
bij mijn leraar, Weilen Stadion Malabim Bhatia, aan de Herengracht in Amsterdam. Ja. En daar ben ik begonnen met mijn eerste zanglessen toen ik 21 jaar oud was. Ja. En op een gegeven moment ben ik ook naar India gegaan natuurlijk ook, om te studeren. Ja. Dicht bij de bron te zijn, je kent dat wel. Heel belangrijk natuurlijk. Dus dat heb ik gedaan en vervolgens langzaam maar zeker steeds vaker naar India gegaan om bij te scholen en om daar te zijn bij de bron en te leren. En langzamerhand begon ik opnames te maken en nu heb ik ook een carrière daar. Ik ga 4 tot 5 keer per jaar naar India op tournee. Ja, en dat is vaker dan naar Suriname. Dat is vaker dan naar Suriname. Kijk, je moet je voorstellen, Suriname is een heel klein land. Ja. En ik kom er, even los van de COVID-periode, dan ja, kom ik er toch zo elke anderhalf jaar ben ik daar wel op tour. Ja. Dus dat is prettig. India is natuurlijk enorm, dat gebied waar mijn voorouders vandaan komen. Ja. Dus het telt 2 deelstaten, Uttar Pradesh en Bihar, 240 miljoen inwoners. Ja, daar dus, hebben we het over. Dus een behoorlijk grote afzetmarkt. Dus heel, ja, precies. Hè? Dus, ja. En dan ook nog Calcutta, waar ik dan optreed, en in Delhi, waar ik optreed. Ja. Dus alles bij elkaar. Het is toch wel een veel meer en grotere organisaties die elkaar kunnen trekken dan ja. Suriname. Die natuurlijk niet te vergelijken is in verhouding. Hè? Ja. Ja, maar wat voel je? Voel je echt Surinaams? Of voel je zo thuis in India dat je zegt van, nou, hoe kijk je? Ja, dat is, dan ga ik iets zeggen wat ik niet eerder heb gezegd. Oké, ik hoor het graag. Ja, ik op basis van het begin van ons gesprek, ja. Het thema waar we het over hebben gehad, ja. Over het pesten, hè? Ja, de pijn ja. Tussen Kriolen en Hulistanen, ja. Het geweld, noem het maar. De mentale ja. En fysieke, ja. Kan ik zeggen dat ik hou van Suriname, ik hou van Nederland, ik hou van India. Ja. Maar als ik in mijn gevoel zou moeten uitdrukken, ja. Dan zou ik zeggen, ik ben geboren in Suriname, ik hou van het land. Ja. Ik woon in Nederland, in Nederland is mijn huis. Ja. Maar in India ben ik thuis. Nederland is jouw huis, maar in India ben je thuis. In India ben ik thuis. En okay. Huis, daar is niet per definitie een gevoel aan gekoppeld, maar een thuis is per definitie een gevoel aan gekoppeld. Ja. En dat heb ik ontdekt. De manier waarop men mij hebben ontvangen. Ja. Hun omgang met mij. Ja. Dat heb ik nog nooit eerder ervaren als in India. Maar zo heeft een van hen, zeg maar, zoals het lelijk eentje die op een gegeven moment thuis komt. Zo is mijn muziek ook. Ja. En zo ben ik ook daar thuis gekomen. Ja, maar heeft dat... Het heeft een, wellicht een iets misleidends in dat wat je zegt. Voor je gevoel dan, zo benoem ik dat. Omdat je iets bijzonders hebt, nou, namelijk wat je geeft. Namelijk jouw hart. En dat je hart druk je uit in je muziek. En daar ja. Worden alle mensen sowieso blij van. En misschien in India meer, omdat je hun muziek speelt en maakt en zingt. Dus, ja, maar ik heb het dus... Heeft dat niet daarmee te maken, dat je daar dus ook dan ook thuis voelt? Nee, dat gevoel was er nog voordat mijn muziek daar werd geprogrammeerd. Oké. Ja. Het is puur in de omgang. De ja. Manier waar ik, hoe ik word aangesproken of hoe... Mensen met mij omgaan. Oké, okay, yeah. En de cultuur natuurlijk, de herkenning. Overal waar ik zie, kijk, ik was 24 toen ik voor het eerst naar India ging. Ja. Yeah. Je moet je voorstellen, toen ik in Bombay aankwam, 7 uur in de ochtend, stond ik buiten. Ja. Yeah. En langzaam maar zeker kwam ik richting de stad, in de plek waar ik moest zijn. Ja. Yeah. En het was al licht. En overal waar ik keek, zag ik mensen die op mij leken. Oké. Okay. Dat is een ervaring die ik nooit heb gehad. Ik kende dat niet. Nee. Want ik was in Paramaribo geboren. Dan zag ik een Hindoestaan, dan zag ik een Kriool, dan zag ik een Chinees en dan zag ik een Javaan en ga zo maar door. Ja. In Nederland, nou ja, dat weten we allemaal ook. Hè? Ja. We zijn een minderheid, dus overal waar je kijkt, je ziet eerst witte mensen. Ja, maar in India dus, ja. Ik wist niet dat zoiets bestond.
Ja, en daar voelde je je goed bij. En ik voelde me geweldig daar. Ja, het is... En ik kan het niet omschrijven. Maar ja. Soms als iets je overkomt, ja. Dan kun je dat vaak niet... Ik kan dat niet omschrijven. Ik kan de smaak van mango niet uitleggen aan jou. Nee. Begrijp je? Dat moet je gegeten hebben. Ik kan zeggen, ja, ze kruisen zo'n peer, een rijpe peer en een banaan. Ja, dan kom je er niet. Ja. Begrijp je? Dus dat gevoel kan ik niet omschrijven waar het vandaan komt. Maar het had mij... Het heeft zich eigen gemaakt. Ja, nou, je hebt het goed uitgelegd, hoor. Het is helder. Het is je thuis. Nederland is je huis. En Suriname is waarschijnlijk gewoon een vakantieplaats. Laten we daar even op stellen. Nee, het is veel meer dan dat. Suriname is mijn geboorteland. Ik ben super blij en trots dat ik in Suriname ben geboren. Ja. Dat zal ik altijd blijven zeggen. Dat zeg ik ook overal. Ook in India ben je elke journalist. Ja. Ik zeg tegen vanuit, ik ben geen Indiër. Ja. En hier zeg ik, ik ben weliswaar paspoort Nederlander, maar ik ben een Surinamer. Dat zeg je gewoon? Ja, ik zeg dat. Ja, ik ben een Surinamer, ja. Omdat ik daar geboren ben. Ja, natuurlijk. Ja. Begrijp je? Natuurlijk ben ik Nederlander, want ik woon hier en ik heb mijn paspoort. Maar ik ben in eerste plaats ben ik Surinamer. Dat zal ik altijd blijven. Dat zeg ik ook een Surinamer. Van als ik daar ben en ik treed op, ik zeg tegen het publiek van alsjeblieft, zie mij niet als een Nederlandse Surinamer of wat dan ook. Maar als ze zeggen wat die fout die veel Nederlanders maken, als ze niet weten waar Hindustaanse mensen vandaan komen, dan zeggen ze, oh, ik dacht dat je kwam uit India, maar... Ja, maar dan moet het weer opnieuw uitleggen. Wat zeg je? Dan moet het weer opnieuw uitleggen. Dan moet je het weer opnieuw uitleggen. Dat Surinamers zijn. Ja, maar ze dus komen daar vandaan. Ja, oké. Okay. Weet je, uit India. Ja, Raj, we zijn aan het einde gekomen van... deze uitzending. Ik vond het een geweldig gesprek met jou. Een heel fijn gesprek ook. We zijn diep gegaan. De pijnen besproken die we moeten bespreken. En die wat vaker besproken moeten worden. Ook aan publiek. Op de radio. Tussen de bevolkingsgroepen van Suriname. We hebben het over de pijn besproken. Bij je thuis. Het geweld van je vader. Het verdriet van je moeder. De reis naar Nederland. De opvang hier in Nederland. Je voetbalcarrière die in de dop is gebroken wellicht. Je profvoetbalcarrière. En we zijn tot de conclusie gekomen. Althans, dat we daar een analyse over moeten gaan maken. Waarom Hindustaanse jongeren de top niet bereiken als het gaat om voetbal. Mm-hmm. We hebben het over de politieke oriëntatie besproken. Linksback, dus links georiënteerd. En we zijn uiteindelijk terechtgekomen bij waar je je thuis voelt. Maar, dat is India, maar je zegt aan het einde terecht, ik ben een Surinamer, ik blijf een Surinamer. Raj Mohan, dit was Karakter. Ik dank je wel voor het fijne gesprek. We gaan in de toekomst ongetwijfeld vaker met elkaar spreken. Ik vind je een interessante persoonlijkheid. En ik wens je een fijne dag. Dank je wel, Stuart. Een heel fijn gesprek. Dank voor het fijne gesprek. Tot de volgende keer. Dames en heren, dit was Karakter. Tot de volgende keer. Dag. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.